Goeiedag, daar zijn we dan. Naast mij zit professor Dr. Meneer Van Rossum. Die is zojuist gearriveerd. Ik zal eerst even, voordat we beginnen, is het de bedoeling dat we even ons allemaal introduceren. En dat, dat we even kunnen zien wie er allemaal in deze conferentie zit. Meneer Van Rossum die zei toen net al dat hij over een uurtje er vandoor moet. Dus we moeten proberen het allemaal binnen een uurtje te doen. Ik ga ook even een kopje neerleggen. Allereerst zal ik mezelf even introduceren. Ik ben Roland Staring en ik zit in een project samen met Kennisnet waarin we gaan kijken om nieuwe manieren om met technologie in onderwijs, ICT in onderwijs om te gaan. En daar is het expert op afstand project er één van. En onze eerste expert waar we mee gaan uitproberen de hele set is meneer Van Rossum. Ik stel voor dat, we eerst even overgaan naar Two College. Zou Two College zich even kunnen introduceren? Nou, zeg maar iets. Ja. Wij zijn Two College in Tilburg. Mijn naam is Janneskens. Ik geef aardrijkskunde en maatschappijleer. En ik heb een half klasje leerlingen bij me. Die toevallig de afgelopen maanden met migratie in Nederland zijn bezig geweest. Dus je zou kunnen zeggen, experts in de dop. Oké, dankjewel. Twan was het geloof ik, ja? Ik weet, jouw achternaam ben ik even vergeten. Wat was je achternaam ook alweer? Ja, achternaam. To College? Ja! Ja, nee, van mij. Nee, mijn schuld. Ja, nee, hij heeft een ander weer. Twan Jelleskens. Oké, dankjewel meneer Jenskens van Two College. Dan wil ik even overgaan naar de heer Zengerink van KZ. Ja, wij zijn met de delegatie van de KZ. De KZ is al heel lang bezig met ICT en wij proberen dat dit in het project Expert op afstand iets meer te weten te komen over wat wij kunnen leren van de migratievraagstuk in Amerika. Omdat de afgelopen tijd hier in Nederland nogal wat gebeurd is en waarbij migratie een rol speelt. Tegelijkertijd is bij aardrijkskunde migratie een vraagstuk examen. Dankjewel, meneer Zegerink. Nou wil ik even het woord geven aan meneer Van Rossum om zich even te introduceren. Ja, ik ben geneigd om te zeggen, geen introductie nodig. Hier zit ik. Ik ben Maarten van Rossum en ik heb mij een aanzienlijk deel van mijn leven bezig gehouden met de geschiedenis van de Verenigde Staten. En ik denk inderdaad dat de geschiedenis van de immigratie in de Verenigde Staten ons in Nederland, zeker in deze panische weken, wel iets kan leren. Want er is naar mijn idee veel minder reden voor paniek dan wij in deze weken denken en dan allerlei lieden op de televisie beweren. Dankjewel. Wat ik voorstel is dat we, dat is iets anders dan in eerste instantie ik rondgemaild had, om even één voor één de vragen te doen. Dat is om interactiviteit wat te bevorderen. En om, ik stel voor dat we starten met een vraag vanuit KZ Etteleur. Dus zou KZ Etteleur zijn eerste vraag kunnen stellen? Koen? Ja. Vindt u überhaupt dat de Verenigde Staten vergelijkbaar zijn met Nederland, omdat de Verenigde Staten heel anders in elkaar zitten en het is veel groter en een andere cultuur en de achtergrond van de immigratiestroom is heel anders dan bij Nederland? Een beetje gelijk in natuurlijk, daar heeft u wel een punt. Nederland en de Verenigde Staten laten zich in allerlei opzichten lastig vergelijken, maar ik denk ook dat je het immigratievraagstuk niet moet beperken tot Nederland. Maar dat je moet kijken naar de immigratie in Europa, in, laten we zeggen, de hele Europese Unie. Dat leidt onmiddellijk al tot een zekere relativering van het probleem. Want de laatste weken, maanden, misschien ook zelfs de laatste 2 jaar, wordt steeds gedaan of wij het enige immigratieland ter wereld zijn. Waar bovendien, merkwaardigerwijs, alle vormen van integratie totaal mislukt zijn met als gevolg de bekende resultaten. Ik denk dat die diepere oorzaak van die migratiestromen trouwens niet zoveel verschillen tussen zeg Europa in de afgelopen 25, 30, 40 jaar en de Verenigde Staten na 1850. Die re-migratiestromen zijn in feite allemaal veroorzaakt door het idee van de migranten dat zij elders er beter aan toe zouden zijn, meer zouden kunnen verdienen
een aantrekkelijke toekomst zouden kunnen realiseren dan op de plek waar ze op dat moment wonen. Dat is de reden dat er immigratie is in Europa. En dat is de reden dat er een zeer omvangrijke immigratie is geweest naar de Verenigde Staten vanuit Europa. En trouwens tegenwoordig nog steeds uit het Caribisch gebied is nog steeds sprake van een omvangrijke emigratie naar de Verenigde Staten en ook nog wel uit een aantal Aziatische landen. Wat je nu kunt opsteken van de ervaringen van de Verenigde Staten in zeg maar de afgelopen 150 jaar, is dat die migratiestromen, dat die in ieder geval altijd aanzienlijke maatschappelijke problemen veroorzaken. Dat is in Amerika niet anders geweest dan het in Europa is. Met name de al aanwezige bevolking, die gaat al gauw piepen en protesteren als ze vinden dat er te veel migranten komen. En met name als de cultuur en de levenswijze van die migranten fundamenteel afwijkt van wat zij als normaal beschouwden. Het klassieke patroon in Amerika is dat dat een land was wat gedomineerd werd door een kleinsteedse protestantse cultuur. En daar kwamen alle mogelijke katholieken binnen, joden, allemaal kleine mannetjes uit Oost-Europa. En die deden hele rare dingen, want die hielden zich niet aan de zondagsrust en ze gebruikten alcohol en ze gingen op de paarden wedden op zondag, wat voor een protestant natuurlijk verschrikkelijk is. Dan kom je gegarandeerd in de hel. Kortom, er was allerlei reden voor irritatie. Het interessante, en die irritatie is er altijd. Het idee dat er sprake kan zijn van omvangrijke immigratie zonder dat dit soort van verschijnselen zich en irritaties zich voordoen, dat is onzinnig. In Amerika is ook vanaf 1890 uitgebreid geageerd tegen de immigratie en zijn steeds pogingen gedaan om die immigratie te beperken en met name om die immigratie te beperken tot wat zij dachten dat vooral nette prettige types waren, namelijk blanke types uit West-Europa en Scandinavië die van zichzelf al protestants waren. En met name dus de migratie uit dat deel van Europa werd sterk bevorderd, maar die wouden vaak niet omdat ze thuis al heel aardig hadden en zodoende is die migratie uit Oost-Europa en uit het Mediterrane gebied toch zeer omvangrijk geweest. Dus je ziet in Amerika precies dezelfde verschijnselen als bij ons. Vaak ook met een uitgesproken racistische ondertoon. Er is sprake geweest van een omvangrijke migratie van Chinezen naar het westelijk deel van de Verenigde Staten. En dat die migratie is simpelweg stopgezet. En er zijn ook altijd rellen geweest met die Chinezen. En nou, die werden daar systematisch gediscrimineerd. Die waren net genoeg om aan die nieuwe gebouwde spoorlijnen te werken. Maar in feite waren ze niet welkom. Dus nogmaals, in dat opzicht zijn de patronen precies hetzelfde. Als je nou naar de Verenigde Staten kijkt, dan zie je een interessant verschijnsel, namelijk dat je absoluut niet kunt generaliseren over de immigranten. Sommige immigranten zijn namelijk verbazingwekkend succesvol. De Joden waren in de Verenigde Staten verbazingwekkend succesvol, meestal in één generatie volledige integratie en vaak ook in één generatie doorstroming naar universiteiten, universitaire beroepen. Die daar werden allemaal over leraar, journalist, architect, huisarts, weet ik veel, wat je niet voor nette beroepen hebt in de wereld. De Joden bijvoorbeeld. Nu zijn de Aziatische immigranten zo enorm succesvol dat hun kinderen in Amerika, in het onderwijssysteem, succesvoller zijn dan de kinderen van blanke, autochtone Amerikanen. Dat is ook een heel opmerkelijk fenomeen. Als er dus sprake is van een cultuur die goed aansluit op de cultuur waar men terechtkomt, dan zie je dus dat die integratie zich in een relatief enorm hoog tempo kan voltrekken. Maar lang niet iedereen sloot cultureel goed aan bij de situatie die in de Verenigde Staten bestond. Daar kunnen we twee mooie voorbeelden van geven, namelijk de Ieren. Die waren namelijk eigenlijk zonder uitzondering extreem drankzuchtig en gewelddadig. In Amerika werd ook wel gezegd dat je beter een neger in dienst kon nemen dan een Ier. Dat wilde wat zeggen in de 19e eeuw, kan ik u verzekeren. Een Irishman is worse than a nigger. Dat was de terminologie in de 19e eeuw. En die Ieren zijn, die hebben er eigenlijk zo'n driekwart eeuw over gedaan om te integreren. En nog kun je zien, de Scots-Irish, dat zijn nog steeds lui die problemen veroorzaken, de geneigd zijn om gewelddadig te. Kortom, sommige patronen die zijn heel oud. Andere lui die enorm veel problemen hebben veroorzaakt waren Sicilianen. U weet, die zijn allemaal in de maffia gegaan. Je kunt de misdaad ook zien als een soort emancipatieproject. Als u goed kijkt naar de film The Godfather, dan ziet u dat probleem voor u. Dus we kunnen uit Amerika al de les trekken dat het, laten we zeggen, de ergernissen en problemen zich overal en altijd zullen voordoen. Maar dat je vervolgens eigenlijk over de immigranten zelf
heel moeilijk tot niet kunt generaliseren. Vandaar ook, laat ik dat nog even, ik ga het dadelijk nog een keer zeggen, want het kan geen kwaad dat voortdurend te zeggen. Die rare terminologie, dan kan er zijn in Nederland 1 miljoen moslims, waarbij dan het verschrikkelijke dreigbeeld lijkt dat die allemaal onder leiding van Bin Laden ons op een goede dag de strot afkomen snijden. Dat is zeer misleidende en gevaarlijke kletskoek. Want over die miljoen moslims kun je namelijk ook weer niet generaliseren. Is hiermee de vraag beantwoord? Zijn er misschien nog weer wat extra issues opgekomen waar jullie op willen reageren? Ja, weet je, vraag niet meer. Ja, dus eigenlijk heeft u dus de hele tijd gezegd dat het enige verschil, dat even een overeenkomst is, dat er grote problemen zijn. Maar u heeft dus geen enkele oplossing aangeboden. Of u heeft ook niet gezegd dat we iets concreets van de Verenigde Staten kunnen leren. Ja, dat heb ik wel degelijk gezegd. We kunnen in ieder geval leren van de Verenigde Staten dat deze problemen niet speciaal Nederlands zijn en niet speciaal van de afgelopen 5 of 10 jaar. Die problemen doen zich altijd voor. En wat we van de Verenigde Staten kunnen leren is dat er geen eenvoudige onmiddellijke oplossingen zijn. Het heeft geen enkele zin voor Balkenende om met een Marokkaans petje op een plein in Den Haag mooie dingen te gaan doen. Immigratiegroepen die doen er simpelweg lang over, soms, om zich te integreren. Wij zijn in Nederland veel te ongeduldig geweest. Overigens is het ook zo dat het idee dat de integratie in Nederland nu juist speciaal compleet mislukt is, dat is ook onzin, want uit alle studies blijkt dat in feite de integratie vrij redelijk verloopt in Nederland en dat de positie van allochtonen in Nederland bepaald niet slechter is, eerder wat beter dan in andere Europese landen. Maar het idee dat er een soort patentoplossing is, dat ik daar in die tas die u niet kunt zien vanwege die cameraatjes, dat ik daar een speciaal boekje in heb zitten, wat ik straks naar Balkenende ga sturen. En dat boekje heet De oplossing van het migratieprobleem in Nederland. Nee, de enige wat de boel gaat oplossen is de geschiedenis zelf. We moeten geduld hebben. Dat is wat je van Amerika kunt leren. Er moet bijgezegd worden, de Amerikanen hebben zich nooit zo druk gemaakt over dit soort van dingen als wij, want dat is natuurlijk een hele grote heterogene samenleving met een veel minder dwingend aanwezige overheid. En wij zijn een betrekkelijk kleine homogene samenleving met een nogal vrij dwingend aanwezige overheid. Dat zijn natuurlijk andere verschillen die er zijn. Maar een soort patentoplossing, zo van Bel van Rossum of een andere deskundige en dan over 6 maanden is het probleem geregeld. En gaan al die Marokkaanse jongens die gaan naar het gymnasium en die worden naar huisarts in Tsjerkgradeel. Nee, die oplossing is er niet. Is hiermee je vraag beantwoord? Ja. Oké, dankjewel. Dan wat ik voorstel is om nu door te gaan naar een vraag vanuit Two College. Ja. Two College. Oh, Oké, mag je stellen dat immigratiebeleid zoals het in de 70e en 80e jaren gevoerd is, te vrijblijvend is geweest en is daardoor de problematiek die er nu is te verklaren? Ik zou zeggen, slechts zeer gedeeltelijk. Toen dacht men dat die oplossing de beste was, dat dacht vrijwel iedereen. Die problemen zijn eigenlijk maar geleidelijk aan ontstaan. Wij zijn ongetwijfeld wat aan de naïeve kant geweest. Maar de vraag is eigenlijk of we, als we toen het beleid zouden hebben ingezet waar nu voor gepleit wordt, met al die inburgering en dat je verplicht Nederlands moet leren, dan is eigenlijk voor mij de vraag of dat ook toen zo geweldig zou hebben gewerkt. Want u moet zich wel realiseren dat veel retoriek over de inburgering en over het leren van Nederlands, dat in feite gewoon symboolpolitiek is. De overheid zegt dat, de regering zegt dat, omdat je dat in de schaduw van fortuin moeten we dit soort van dingen tegenwoordig allemaal beweren. Als u daar even over nadenkt, zult u begrijpen dat een 55-jarige analfabete Marokkaanse vrouw, dat de kans dat die nog geweldig gaat inburgeren in Nederland, dat die gewoon nul is. Daar moet je realistisch in zijn. Je kunt met analfabetisme is het praktisch onmogelijk om tot een taalverwerving en een inburgeringstraject te geraken. Dus we moeten dat heel selectief doen. Maar je kunt misschien her en der iets meer pressie uitoefenen om mensen Nederlands te laten leren. Mijn indruk is overigens dat met name de tweede en de derde generatie het algemeen heel behoorlijk Nederlands leert. Omdat ze naar Nederlandse scholen gaan waar ze vanzelf wel Nederlands moeten leren.
Niet waar? En ach, zodra ze een mobiele telefoon hebben, dan versnelt dat ook nog enorm het inburgeringsproces. Overigens bleek bij die inburgeringscursus dat die is ook gegeven aan Nederlandse middelbare scholieren. Die zijn allemaal gezakt voor het inburgeringsexamen. Waarschijnlijk zou ik ook zakken. Ik maak me sterk dat Verdonk zelf zou zakken. Maar ja, we moeten dat nu eenmaal doen, omdat we dat in de schaduw van Fortuyn nu plotseling tot een grote urgentie hebben gemaakt. Dus ik weet niet, om het even te resumeren, samen te vatten. Is het aan de nogal goedkope kant om te zeggen dat ze 20 jaar geleden alles fout hebben gedaan, omdat ze toen per slotverrekening ook niet wisten welke problemen er zouden ontstaan. Zijn we wat naïef en goedgelovig geweest, overigens met de beste bedoelingen. Dat is waarschijnlijk wel het geval, maar ik geloof zelf niet dat er zo'n ontzaggelijk groot verschil had kunnen worden gemaakt als het beleid wat nu bepleit wordt en wat gedeeltelijk ook nu niet zou werken, toen zou zijn ingezet. Daarmee de vraag beantwoord. Zijn er misschien nog andere mensen die hierop willen reageren? Of vragen hebben? Zij zitten wanhopig rond te kijken, zo te zien. Ik zit gewoon te kijken of iemand anders nog iets moet weten, maar voor mij is het goed, toch? Oké. Dan stel ik voor dat we doorgaan naar de volgende vraag vanuit het KSE. Kunt u in het kort het huidige migratiebeleid in de VS schetsen en ook iets zeggen over het integratiebeleid in de VS? Hoe dat precies wettelijk in elkaar zit op dit moment weet ik niet. Het is eigenlijk vertoont ook daar de Verenigde Staten een patroon wel wat lijkt op wat je in de Europese Unie ziet. Er zijn wel groepen die binnen mogen komen, dat is allemaal wel wettelijk gedefinieerd, maar dan zie je vaak dat als één persoon binnenkomt, dat leidt tot een zeer omvangrijke vervolgmigratie. Ik heb eens een geval gelezen van een Filipijns meisje, was verpleegster ging werken en na 20 jaar had ze geloof ik 79 familieleden verder weg en dichterbij, die waren in feite in haar kielzog ook gemigreerd. Dat is een verschijnsel wat je heel sterk ziet bij dit soort van migratiebeweging. Is er één, dan krijg je vaak dus de familiehereniging en nou ja, dat leidt de ene stap leidt tot de andere. En als je eenmaal van elk familielid heeft weer verdere familieleden, zo werkt dat. In Amerika is het natuurlijk zo dat er een zeer omvangrijke migratie is naar de Verenigde Staten van mensen die aanzienlijke talenten hebben. En dat is met name als het gaat om de technische vakken. Aan de Amerikaanse universiteit is het op dit moment zo dat 30% van alle promoties in de beta-vakken, dat zijn promoties door buitenlanders. Meestal Indiërs, Taiwanese, Chinezen, mensen uit Oost-Azië. 30% van al het onderwijzende personeel in de Verenigde Staten in de beta-vakken aan de universiteiten is ook van buitenlandse herkomst. Dus Amerika profiteert enorm van die immigratiestroom. Dan is er nog die immigratie waar ik het over had uit het Caraïbisch gebied. Die is gedeeltelijk legaal en die is gedeeltelijk illegaal, omdat in feite die Amerikaanse zuidgrens natuurlijk niet valt af te sluiten. Hoeveel illegale immigratie er is, weten we niet precies. Dat weten we in Europa ook niet. Maar dat is het patroon. Als u werkelijk iets kunt, als u een geweldige software schrijver bent of IT-techneut of zoiets dergelijks, dan is de Komt u de Verenigde Staten vrij makkelijk binnen. In feite profiteren de Verenigde Staten in hoge mate van opleidingen die elders in de wereld plaatsvinden. Er zijn bijvoorbeeld in de Verenigde Staten meer Iraanse artsen dan er in Iran zelf zijn. Dat is heel treurig voor Iran, maar dat is vrij prettig voor de Verenigde Staten. Het is mogelijk als u op het platteland van Kansas dat u daar een ziekte krijgt en u begeeft zich daar naar de huisarts, en dan zou u verbaasd zijn te zien dat die huisarts een sick is, die in feite al 20 jaar op een tijdelijke verblijfsvergunning huisarts in een dorp in Kansas is. Dat zijn dingen die in Amerika voorkomen. Het grote verschil tussen Nederland en andere Europese landen en de Verenigde Staten is dat de immigrant financieel opzicht altijd zijn eigen beroep moet ophouden. Dat we zeggen, er zijn geen fijne uitkeringen en dat soort van dingen. Ik denk ook dat dat verreweg de grootste fout is die we in Nederland hebben gemaakt. De mogelijkheid voor de immigranten om langdurig, soms blijvend afhankelijk te zijn van een uitkering. En dat komt met een uitkering raak je maatschappelijk geïsoleerd. Je moet in feite verreweg het beste integratietraject is werk. Gewoon aan de slag. En dat hebben ze in Amerika, omdat ze in feite
een veel hardere samenleving hebben, waar die sociale voorzieningen wat minder zijn, hebben ze in Amerika veel beter geregeld dan wij. Dus hiermee de vraag beantwoord. Ja. Hier spreekt een zekere wanhoop uit. Oké, dan wil ik weer over naar de volgende vraag vanuit, tenzij er iemand nog op, hierop wil reageren natuurlijk. Want andere mensen zijn ook welkom om te reageren. Dat wil zeggen zowel uit KZ als uit Two College. Kunnen we nou zeggen dat we willen inbreken? Oh, hij staat aan. Oh. Ja, aan. Oké, komt u maar in Two College. Ja, wie het is. Is het zo dat het Amerikaanse migratiebeleid juist de beste mensen aantrekt en het Nederlandse beleid mensen in een zwakke positie dus hier aantrekt? En moeten we dat veranderen? En zo ja, hoe? Tot op zekere hoogte heeft u wel gelijk in die suggestie. Al kunnen daar allerlei kanttekeningen bij gemaakt worden. Amerika heeft een beleid wat sterk gericht is op de import van talent. Sterker nog, wat ik al suggereerde, de Amerikaanse samenleving zou zonder de import van dat talent helemaal niet kunnen functioneren. Maar Amerika trekt natuurlijk ook massa's immigranten aan die in feite geen reet kunnen behalve bessenplukken, zal ik nou maar zeggen. En ja, die heb je ook nodig. En dat komt dat net als in Amerika. De Amerikanen hebben geen zin om bessen te plukken. En Nederlanders hebben geen zin om bollen te pellen. En dus komen de Polen, die komen de bollen pellen. Daar gaan we ons dan enorm over opwinden. U weet, de VVD heeft daar een heel punt van gemaakt. Maar ja, anders gaan die liggen die bollen gewoon te verrotten. Aangezien wij geen zin hebben om ze te pellen. Dus wat dat betreft is de import van goedkope arbeid is een verschijnsel wat je in de Verenigde Staten ziet, maar ook hier. Ik moet u erop wijzen dat er ook in Nederland een vrij omvangrijke import is van getalenteerden. Ik geloof dat aan de Technische Universiteit Delft, daar kunnen ze hun AIO-posten al niet opvullen met Nederlanders, om de eenvoudige reden dat Nederlandse kinderen veel te weinig beta-studies gaan ondernemen. Zoals u daar zit, gaat u ook allemaal sociologie en psychologie en allemaal van die vakken studeren waar je werk geen reet aan hebt en de samenleving ook helemaal geen ene reet aan heeft. Met als gevolg dat wij Chinezen moeten importeren om de AIO-posten in de beta-sector op te vullen. Dat is een probleem, maar die mensen zijn er wel degelijk. Er zijn in Nederland massa's mensen die binnenkomen vanwege hun talent. Maar dat zijn natuurlijk geen mensen die u in Amsterdam-West met een mobiel telefoontje s'avonds tussen 8 en 9 narigheid ziet veroorzaken. Maar dat zijn mensen die hard werken, goed betaald worden en meestal moeiteloos integreren in Nederland. Dus die zijn er wel, maar je ziet ze niet, want je hebt er geen last van. Is hiermee de vraag beantwoord? Zou je hier nog op willen reageren? Of zou iemand anders hierop willen reageren? Nou, ik had nog een klein dingetje. Hoe kun je dat beeld in de ogen van de Nederlanders dan het beeld geven dat de migranten, zeg maar, die komen, dat het ook veel positieve dingen heeft? Want je hebt een beeld van migranten vaak in zwakkere posities. En hoe zou je dat beeld dan kunnen veranderen? Want ja, vandaar dat wij daar niet zoveel weet van hebben. Ja, nou, u weet dat de media die draaien op slecht nieuws. Hè? Dat je hoort bijvoorbeeld nooit aan het eind van het journaal Philip Frederik zeggen van dames en heren, we hebben nog een prettige mededeling. Alle treinen van de Nederlandse spoorwegen reden vandaag op tijd. Dat is geen nieuws. Hè? Nou, dat zou misschien in Nederland wel nieuws zijn, maar in principe is het nieuws altijd negatief. Er is iets afgebrand, er is iets ingestort, de verkiezingen zijn vervalst, de Bush is herkozen. Nou, het is allemaal negatief, zal ik nou maar zeggen. En dat geldt ook een beetje voor het immigrantenvraagstuk. Als u even die miljoen moslims, waar we het er straks even over hadden, die bestaan uit een reeks van verschillende groepen. Sowieso zijn er al twee hele grote, betrekkelijk verschillend zich gedragende groepen, namelijk Turken en Marokkanen. Vrijwel alle problemen in Nederland die de allochtonen betreffen Marokkaan. Dat is een problematische groep als het gaat om de integratie in de Nederlandse samenleving. Dan zijn er ondertussen nog 400.000 moslims die nog weer uit hele andere streken komen en die zich misschien ook in cultureel opzicht nog weer anders gedragen. Dus de aandacht is steeds gericht inderdaad op die dingen die goed gaan. Als ik u vertelde dat er in Amsterdam 40.000 Amerikanen zijn, maar ja, die veroorzaken helemaal geen narigheid en wij vinden het zelfs fijn om Amerikaans met Amerikanen te spreken, terwijl we het helemaal niet leuk vinden om Marokkaans of Berbers met onze Marokkaanse immigranten te spreken. Maar van die Amerikanen heb je geen last, dus daar hoor je ook nooit wat van. Dan zijn in Nederland zeer omvangrijke immigrantengroepen heel snel geïntegreerd. Als u denkt dat in de jaren 50
Ik geloof ergens tussen de 200.000 en de 300.000 mensen uit Indonesië zijn gekomen. Daar hebben we ons toen vreselijke zorgen over gemaakt. Daar had je ook inburgeringscursussen. Die moesten leren sokken stoppen en zo. En dat had je in Indonesië nou helemaal niet geleerd. En die mensen zijn moeiteloos geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Alleen het vraagt enige tijd. Het is ook wel aantrekkelijk als ze bijvoorbeeld vrij goed Nederlands spreken of dat snel leren. Dat is de reden dat bijvoorbeeld Surinamers, we hebben in Nederland in de jaren 70 een zeer omvangrijke immigratie gehad van Surinamers, die doen het verhoudingsgewijs heel goed in Nederland, omdat ze Nederlands spraken toen ze binnenkwamen. Weliswaar met een herkenbaar accent, maar dat heeft zo zijn speciale charmes. Is hiermee je vraag beantwoord? Ja. Ja? Zijn er nog andere mensen die hierop willen reageren? Op de rol van het nieuws en het geduld wat we moeten hebben bij de immigratie? Oké, ik zie daar een vingertje overigens, dus ga vooral je gang. Heeft misschien een mogelijkheid om elke keer als er weer iets naast gebeurt met de allochtone gemeenschap, zeg maar, dat mensen massaal op Pim Fortuyn of Geert Wilders gaan stemmen om dat enigszins te veranderen, omdat ja, zo vaak gebeurt er iets en dat beeld van de mensen dan wat positiever te laten blijven. Ja, dat als er hele vervelende dingen gebeuren, zoals er gebeurd zijn natuurlijk, en dat geldt in het bijzonder natuurlijk de gruwelijke moord op Theo van Gogh door een totaal gestoorde maloot, dan zal dat aanzienlijke politieke effecten hebben. Alleen moet u dan weer voorzichtig zijn met, uit uw woorden klonk een beetje dat we dan dat heel Nederland op Pim Fortuyn gaat stemmen of vervolgens mogelijkerwijs op Geert Wilders. Dat zie ik 1, 2, 3 niet gebeuren. Fortuyn heeft op het hoogtepunt van de hype 17% van de stemmen getrokken. Daaruit kunnen we toch wel concluderen dat 83% van de stemmers klaarblijkelijk toch andere ideeën had. En Wilders, dat is natuurlijk nu ook, die is nu op het hoogtepunt van zijn hype. En ik zou buitengewoon verbaasd zijn als die het aantal zetels wat hij dan nu volgens de opiniepeilingen zou krijgen, als hij dat over 2 jaar, want de verkiezingen zijn pas over ruim 2 jaar, als hij dat over 2 jaar zou krijgen, dan zou ik zeer verbaasd over zijn. Behalve, dat zal ik u grif toegeven, wanneer we een reeks van dit soort van incidenten zouden hebben, dan ziet dat er ongetwijfeld anders uit, omdat dat een enorm polariserend effect heeft. Dan wil ik nu doorgaan met de volgende vraag vanuit KZ. Graag overschakelen naar KZ. Hallo. In de achterstandswijk. Daar ben ik. Ga toch hard. Oké. Bij het oplossen van het migratieprobleem kunnen wij diverse dingen doen. Zo kunnen wij ervoor kiezen om allochtonen te gaan integreren, maar we kunnen er ook voor kiezen voor een etnisch mozaïek, zoals in diverse andere Amerikaanse steden. Was het in Amerika het beleid en zou dit een mogelijke oplossing zijn voor ons hier? Nou ja, veel beleid heeft er in Amerika nooit ingezeten. En dat komt eigenlijk omdat de federale overheid ook een andere rol speelt in de samenleving dan de Nederlandse overheid vanuit Den Haag in de samenleving speelt. Kijk eens, dat etnisch mozaïek krijg je toch vanzelf. Althans in de eerste fase van omvangrijke immigratiebeweging. Omdat die immigranten, heel begrijpelijk overigens, die gaan een beetje bij elkaar hokken, want ze willen wat gezelligheid hebben, ze willen winkels hebben. De eerste generatie blijft vaak de eigen taal spreken, de tweede generatie verkeert weliswaar in een overgangsgebied. Dus je ziet aanvankelijk altijd dat zich dat etnische mozaïek van u voordoet. En dat is voor de opvang van die eerste immigrantenstroom is dat heel nuttig en ook heel begrijpelijk. Je ziet bijna altijd dat als je dan naar de tweede, de derde generatie of nog verder, we gaan uit van zeg maar een generatie per 25 jaar, dan zie je vaak dat die mensen opgaan in de grotere samenleving. Laten we een praktisch voorbeeld geven. In Boston heb je een wijk die heet North End. North End, dat was de wijk waarin de 19e eeuw al die straatarme Ieren, die clusterden bij elkaar in North End. In North End was het zo ontzettend gevaarlijk dat de politie van Boston, die durfde daar niet eens te komen. Dat is nog wat anders dan de Amsterdamse politie die snel door de straat fietst of met het autootje rijdt. Nee, daar kwam helemaal geen politie in North End. De Ieren die zorgden daar zelf voor de orde. Meestal waren het cafébazen die voor de ordehandhaving zorgden. Dat is in een Ierse gemeenschap, kunt u zich daar wel iets bij voorstellen in principe. Heel lang hebben die Ieren North End volkomen gedomineerd. Als u nou
binnenkort eens in Boston bent, ga dan naar North End. Dan zult u zien dat de Ieren daar totaal verdwenen zijn. Hoewel de kerken die ze gebouwd hebben staan er nog. Daar heb je allemaal mooie plaquettes van de familie Kennedy die daar getrouwd is of andere dingen hebben gedaan of vanuit begraven zijn. En nu ziet u in North End gedeeltelijk heel andere immigranten. Bijvoorbeeld Italianen of zelfs Russische immigranten in North End. Dus je ziet dat zo'n mozaïek er is, maar tegelijkertijd permanent verandert naarmate zo'n groep zich integreert in de Amerikaanse samenleving of in de Nederlandse samenleving. He, nu is er een zekere neiging om bij die immigranten om bij elkaar te gaan wonen. Zou u naar Nederland kijken over 100 jaar, dan zult u zien dat zeker de immigranten van nu, wie weet wat er tegen die tijd gebeurd is in Nederland, heb ik geen idee van, maar die zullen geleidelijk aan, er zullen tal van mensen in de buitenwijken van Apeldoorn wonen met Marokkaanse namen. Het idee om allochtonen te gaan verspreiden tussen andere wijken? Daar voel ik eigenlijk buitengewoon weinig voor, want spreiding dat betekent onvermijdelijkerwijs overheidsdwang. Ik ben ook tegen die spreiding van kinderen op scholen, want dat betekent een aantasting van de keuzevrijheid van mensen voor de school van hun kinderen. Dat heeft in Amerika tot zeer omvangrijke, onbeschrijfelijke ellende geleid, omdat je bijna altijd ziet dat als de middenklasse door de overheid gedwongen wordt om zijn kinderen naar bijvoorbeeld zwarte scholen te sturen, dan zal de middenklasse altijd de stad verlaten. Bij Boston is een fraai voorbeeld. Daar is een enorm conflict uitgebarsten over busing in de jaren 60 en 70. Busing betekent dat om de mix op scholen goed te houden, werden blanke kinderen naar zwarte scholen getransporteerd en zwarte naar blanke scholen. En dat heeft ertoe geleid dat de middenklasse gewoon uit de binnenstad van Boston vertrokken is. En dat zal ook het effect in Nederland zijn. Dus die weg moeten wij niet bewandelen. Je moet nooit de weg van de dwang bewandelen als dat niet zeer, zeer dringend noodzakelijk is. En dat is het in Nederland niet. Is hiermee vraag beantwoord? Zou iemand... Oké, is er nog iemand die hierop wil reageren? Of nog een andere aansluitende vraag heeft? Dan stel ik voor om naar Toekolis te gaan voor de volgende vraag. Welke politieke partijen hebben volgens u op dit moment de beste antwoorden om de problemen en de onrust aan te pakken? Dan zou ik, als ik zou zeggen die en die partijen, zou ik daarmee suggereren dat ik een goed idee heb van de verschillende partijprogramma's op dit punt. Dat heb ik eerlijk gezegd niet. Maar ik kan er wel in die zin iets over zeggen. De oplossing ligt niet in confrontatiepolitiek. De oplossing ligt niet in kordate taal van de kant van de regering. De oplossing ligt werkende weg om met onze voormalige eerste minister Ruud Lubbers te spreken. We zullen geleidelijk samen, zonder naar confrontatie te streven, die problemen moeten oplossen. Ik heb u er straks al gezegd, patentoplossingen op dit moment zijn er helemaal niet. En dat moeten we dus ook niet verwachten of suggereren. We moeten geleidelijk aan, zal die integratie zich voltrekken? Dat kun je op sommige punten misschien bevorderen. Waar we helemaal niets aan hebben, is kordate taal van het type wat de VVD de afgelopen tijd heeft laten horen. Wat schreef Salm ook alweer, oorlog tegen de terroristen. Dat is allemaal hoogst ongelukkige prietpraat. Ik begrijp wel dat de VVD nerveus is omdat Wilders is weggelopen en dat ze natuurlijk een hele rechtervleugel aan Wilders zouden kunnen verliezen. Maar ze zouden er verstandig aan doen om het Nederlandse poldermodel, pap en nat houden, stap voor stap naar voren. Dat is heel wat beter dan die kordate praat die tegenwoordig bij sommigen in de Nederlandse politiek in de mode is geraakt. Misschien moet ik nog even kort reflecteren, niet waar, op het adagium van de grote fortuin, namelijk zeg wat je denkt en doet wat je zegt. Als u daar even, dat vond iedereen een geweldige uitspraak, ik heb zelden zoiets stupides gehoord. Als u daar even over nadenkt, dan moet u nu eens vandaag, vanaf dit moment, gaat u steeds zeggen wat u denkt. Dus u gaat dadelijk even naar die leraar toe en dan zegt u eens haarfijn wat u van hem denkt. En dan moet u eens zien wat voor effecten dat heeft. U komt ook vanavond thuis tegen uw vader en moeder, gaat u ook haarfijn zeggen wat u er al zo van denkt. En vervolgens gaat u ook in de komende weken doen wat u zegt. U zult zien, uw leven gaat zeer opmerkelijk en in zeer negatieve zin veranderen. Dus dat is gewoon kletspraat. We moeten af van dat idee dat verbale kordaatheid en doortasten en zo, dat soort van dingen, dat je daar iets ooit mee oplost in een samenleving als de Nederlandse.
Is daarmee je vraag beantwoord? Ja. Zou hier iemand anders hier nog op willen reageren? Of op, mogelijk uit, ook uit KAC? Oké. Ja, misschien kun je vanuit die uitspraak die u net gedaan heeft over de Nederlandse politiek ook de link leggen naar de toetreding van Turkije tot de Europese gemeenschap. Moeten wij ons daar dan nog eigenlijk wel tegen verzetten? Met andere woorden, is het verzet van Geert Wilders eigenlijk voor niks geweest? Ja, dat is voor niks geweest. Die Wilders is natuurlijk een beetje een onnozelaar, als ik zo vrij mag zijn. Als die man iets langer had nagedacht over zijn politieke keuzemogelijkheden, was hij natuurlijk altijd in de VVD gebleven. Omdat je binnen die partij op de rechtervleugel oneindig veel meer invloed kan uitoefenen dan die nu als de groep Wilders, die voorlopig alleen uit de heer Wilders zelf bestaat, kan uitoefenen. Zelfs als die groep Wilders meerdere zetels zou krijgen bij eventuele verkiezingen, is die toch in feite gemarginaliseerd en veroordeeld tot een oppositionele rol en zal als zodanig niet bijster veel invloed kunnen uitoefenen. Ik begrijp helemaal niet dat Wilders zo'n punt heeft gemaakt van die toetreding van Turkije. Omdat die toetredingsonderhandelingen zullen waarschijnlijk pas beginnen in het begin van 2006. Men neemt vrij algemeen aan dat die onderhandelingen zo'n 15 jaar gaan duren. Tegen die tijd is die Wilders ook al met pensioen. Dus dat lijkt, tenminste dat mogen we aannemen. Dat is allemaal een tikkeltje overtrokken. Ten aanzien van Turkije moet ik zeggen, ten eerste bestaat Turkije uit twee verschillende landen. Namelijk West-Turkije, wat een zeer modern land is, waar het economisch zeer voorspoedig gaat. En het probleem zit in Oost-Turkije. Daar heb je het Koerdische probleem en bovendien een half feodale, in de middeleeuwse toestanden verkerende landbouw. Dat is het probleem. Maar Turkije zal zich dus ook in de komende 15 jaar ontwikkelen, mogen we aannemen. Er is sprake in Turkije van een snelle demografische groei. Dat is voor Europa, wat met in feite demografische krimp te maken heeft, kan dat voordelen opleveren. Ik denk dat de nadelen van het weigeren van Turkije veel groter zijn dan de voordelen van het accepteren van Turkije. Want dat is dus niet een kwestie van volgende week of over 5 jaar. Tegen de tijd dat Turkije lid wordt van de Europese Unie nader ik de 80. En misschien ben ik tegen die tijd wel blij dat mijn rolstoel, dat die geduwd kan worden door een Turkse verpleegster. Wie zal het zeggen? Je moet ook een beetje rekening houden met de toekomstige problematiek in een land als Nederland. Bovendien kunnen wij door in dat onderhandelingsproces, kunnen wij steeds druk op Turkije uitoefenen om geen al te gekke dingen te doen. Zeer ondanks bleek dat nog eens toen de regering Erdogan, die was van plan om het overspel te criminaliseren. Overspel zou in Turkije strafbaar worden. Een hoogst ongelukkige gedachte natuurlijk, want als je overspel strafbaar stelt, dat betekent dat de ene helft van de bevolking moet worden opgesloten en worden bewaakt door de andere helft van de bevolking. Dus dat daar wordt heel weinig problemen worden daar nou mee opgelost. En toen men dat voorstelde in Turkije, is er direct door de EU gezegd, nou dat vinden we wel zulk wezenloos gelul, je ziet maar dat dat niet gebeurt. En het is ook niet gebeurd. Dus wij kunnen steeds, want wij kunnen een hele set van voorwaarden steeds stellen in die onderhandelingen met Turkije. En Turkije zal zich daaraan moeten houden. Dus ik zie, eigenlijk op termijn zie ik daar geen problemen in. We hebben nu als EU gekozen trouwens voor uitbreiding. Bulgarije, Roemenië staan ook op de rol, dat zal wat sneller gaan. Dat zijn natuurlijk landen die verder bijster weinig voorstellen, ook demografisch niet zo verschrikkelijk veel voorstellen. En ik moet u zeggen, ik verwacht eigenlijk dat op termijn, als u even naar de kaart kijkt en u trekt wat lijnen, dan zult u zien dat, en zeker ook gezien de ontwikkeling in de Oekraïne op dit moment, ik denk dat de Oekraïne en Wit-Rusland eigenlijk op een termijn van de jaren 25-30 ook wel in aanmerking komen voor het lidmaatschap. Ik zou dat zelf trouwens bijzonder toejuichen. Ik wil er nog eens op wijzen dat degenen die in de jaren 70 lid zijn geworden van de EU, bijvoorbeeld een land als Ierland, dat was toen het lid werd, was Ierland straatarm. Dat was een natie die bestond uit turfstekers en pastoors, zal ik nu maar zeggen. En Ierland is op dit moment, is Ierland na Luxemburg het meest welvarende land van de Unie. In een kwart eeuw is Ierland het op één na meest welvarende land van de Unie geworden. Denk ook aan een land als Spanje, wat enorme maatschappelijke en economische vorderingen heeft gemaakt als lid van de EU. Hetzelfde geldt in iets mindere mate voor Portugal. Is hiermee de vraag beantwoord? Ja, zelfs meer dan dat. Dan zou ik door willen gaan met de volgende vraag, die is volgens mij ook bij het KAC.
Ja. Volgens mij moeten we eerst, hebben we eerst nog een vraag bij het KZ vanuit Etteleur. En dan kom ik daarna terug naar Two College. In de achterstandswijken van de VS spreekt men over de In de achterstandswijken van de VS spreekt men over de zogenaamde gangwas. Zuiveringen door etnische groeperingen. Heeft dit te maken met het mislukte integratiebeleid? Nee, waar u naar verwijst, naar die bendeoorlogen en die gedeeltelijk, laten we zeggen, gestimuleerd worden door etnische tegenstellingen en etnische conflicten, dat is een typisch onderdeel van de migratieproblematiek. En kijk, in Nederland zouden wij dat waarschijnlijk onacceptabel vinden en daar zou worden ingegrepen, maar ik zei u al, de Amerikaanse overheid heeft veel meer Gods water over Gods akker laten lopen. En vandaar dat je, nou ja, dat je dit soort van conflicten had tussen verschillende groepen van immigranten. Ik heb al verwezen naar die enorme rellen tegen Chinezen bijvoorbeeld. Er doen zich ook in Amerika voortdurend incidenten voor. Zie je, onlangs heeft een migrant uit Vietnam, uit het hoge bergte van Vietnam, een zogenaamde Hmong, die heeft in Wisconsin heeft die man 7 mensen doodgeschoten. Daar spelen ook etnische tegenstellingen spelen daar een rol. Dat is in Amerika nationaal nieuws, maar daar wordt veel minder panisch mee omgegaan dan wij dat in Nederland doen. Nogmaals, dat ligt wel een beetje aan het verschil tussen die twee samenlevingen. Dus die gangwars zijn hoe akelig het ook klinkt, hè, zo goed als criminaliteit in allerlei opzichten een typisch onderdeel is van grote migratiestromen. Dus, je hebt in Amerika de maffia gehad, dat waren Italianen, maar er is ook een omvangrijke Joodse en Ierse criminaliteit geweest. Er is wel eens gezegd, alle Ieren zijn crimineel halverwege de 19e eeuw. Dus ja, dat is een onderdeel van die migratiestromen en van de aanpassingsproblemen die zich bij die migratiestromen onvermijdelijkerwijs voordoen. Ja, zie je mij je vraag? Ja? Ja. Oké, wil iemand hier nog op reageren? Op de gang wars? Oké, dan stel ik voor dat we doorgaan naar de volgende vraag vanuit Two College. Nou, ik wil eigenlijk nog reageren op de opmerking die u had over Ierse, groei van de welvaart en in Spanje ook. Want die groei is dus eigenlijk grotendeels gekomen door subsidies die zijn gegeven door de EU aan die landen. Maar als er heel veel landen vanuit het oosten bij komen waar subsidies aan moeten worden gegeven, dan gaat dat ook juist ten koste van de concurrentiepositie van Europa. Gedeeltelijk zijn dat die zogenaamde steunfondsen, ja, maar als u denkt dat de Ierse welvaart dat die vooral het gevolg is van de steun van de Europese Unie, dan heeft u het verkeerd. Dat is op zijn best is dat een stimulans en hier hebben we wat handige fiscale regelingen gemaakt die de ontwikkelingen ook hebben bevorderd, maar in feite zijn die steunbedragen relatief klein. Trouwens, ik geloof dat het land wat daar het meest van geprofiteerd heeft en het meeste misbruik van heeft gemaakt is Griekenland en niet de door u genoemde landen. Maar u denkt waarschijnlijk aan de landbouwondersteuning, want dat is natuurlijk nog weer een ander probleem. Je hebt steunfondsen voor infrastructuur en dat soort van dingen, maar je hebt ook een Europees landbouwbeleid en dat kan in het geval van de Oost-Europese landen kan dat in de papieren lopen, maar dat is bij de toetreding van de nieuwe leden per 1 mei is dat al veel beperkter uitgevoerd, dat landbouwbeleid, dan het tot op heden was. Wat ik zelf overigens zeer onredelijk vind. Er is ook in Nederland weer, onder andere ook door de VVD, het spijt me weer dat ik dat zeggen moet, allerlei propaganda gemaakt dat het enorm duur zou gaan worden en dat we overspoeld zouden worden met Poolse arbeiders en ik weet al niet wat. Daarvan is in feite geen sprake. Er bleken trouwens al tienduizenden Poolse arbeiders in Nederland te zijn. Die bovendien allemaal heel nuttig werk verrichten. Maar wat u betaalt per hoofd, hè, wat het u kost, die steunfondsen per hoofd, dat gaat om enkele tientallen euro's. Ik bedoel, dan kopen we gewoon een auto die net iets minder duur is dan die we van plan waren te kopen. En dan ben je in feite al volledig uit de brand. Dus daar wordt in alle opzichten, naar mijn idee, misleidende propaganda over gemaakt. De hele kwestie van de Europese landbouwpolitiek is een andere zaak, want dat kost u, ook u en mij en iedereen die u hier ziet, kost dat ongeveer 1000 gulden.
weet niet wat dat in euro is, kost dat ongeveer 1000 gulden per hoofd per jaar. Dat zijn omvangrijke bedragen. En vandaar dat er altijd wordt gepraat over mogelijke hervorming van het landbouwbeleid. Dat landbouwbeleid heeft overigens nadelen, maar ook voordelen. Ja, als je de landbouw volledig 100% rationaliseert en in feite alleen maar let op de wereldmarktprijzen, dan kan dat natuurlijk op het platteland van een reeks van Europese landen kan dat hele dramatische effecten hebben. In Nederland zal dat erg meevallen, maar bijvoorbeeld in Frankrijk en Duitsland. Ik zou daar zelf ook weer typisch Nederlands pleiten voor een middenkoers, voor een beetje polderen ook op dit gebied. Al te radicale oplossingen, daar ben ik nooit een voorstander van. Zie je mij je vraag beantwoord? Ja, oké, bedankt. Zou hier iemand anders zien op willen reageren? Heeft iemand anders nog een vraag? Mogelijk? Over het landbouwbeleid? Oké, dan stel ik voor om naar de volgende vraag te gaan van het KSE. Ja, ik ben van Marokkaans-Islamitische achtergrond. Marokkaans-Islamitische achtergrond. Zou ik zonder problemen met mijn achtergrond de VS binnen kunnen komen? De Verenigde Staten binnen kunnen komen. Ja, ik weet niet, bent u familie van Osama Bin Laden? Of niet? Nee. Niet. Nou, dan moet het. Naar mijn idee, u zult wel, zeker bij visumaanvraag, zult u ongetwijfeld problemen hebben. Er stond net vandaag weer een stuk in de Herald Tribune dat de visumaanvragen op dit moment uiterst problematisch zijn. Wat met name voor de Amerikaanse universiteiten zeer omvangrijke negatieve effecten heeft. Want het aantal buitenlandse studenten aan Amerikaanse universiteiten is voor het eerst sinds, ik geloof, 35 jaar is dat gedaald. Dus als u van plan was een visum aan te vragen, ik denk dat u bij een toeristenbezoek niet al te veel problemen zijn. Maar als u een visum aanvraagt, raad ik u aan dat zeer ruim op tijd te doen. En dat u ook kunt aantonen dat u op geen allerlei wijze geparenteerd bent aan bekende terroristen of anderszins. Ja, dus zekere problemen zijn er. En zoals dat altijd gaat, bij dit soort van dingen worden er allerlei kordate maatregelen genomen waarvan de onschuldigen het slachtoffer worden. Terwijl natuurlijk de lui die echt kwaad willen, die reizen naar Canada en die wandelen gewoon s'avonds om 9 uur de grens over en dan zijn ze ook binnen. Oké, mijn vraag dan. Okay. Dankjewel. Ik stel voor dat we nog één vraag uit ToCollege doen. En dat we er dan zo'n beetje een eind aan bereiden. Als het goed is, heb ik de tel bijgehouden en hebben we dan allemaal zo'n beetje 5 vragen gehad. De laatste vraag uit ToCollege. Ja, u noemde het de modernariteit van Gogh en gestoorde Maloot. Onderschat u daarmee niet het gevaar dat van deze kleine extremistische groep moslims uitgaat? Wacht even, u moet het begin van uw vraag even herhalen, dat heb ik niet verstaan. Ja, u noemde de modernariteit van Gogh, de gestoorde Maloot. Ja. Onderschat u daarmee niet het gevaar dat van deze groep uitgaat? Dat is een heel lastig punt, omdat ik zelf natuurlijk niet beschik over de kennis waar de AIVD over schijnt te beschikken. Mijn indruk was eerlijk gezegd dat die groep van personen die dus kwaaie plannen had, waarvan deze Mohammed B. Een onderdeel vormde. De AIVD meende trouwens dat hij niet gevaarlijk was, dat hij een soort marginale figuur in dat groepje was. Dat bleek een volledig verkeerde inschatting. Dat is natuurlijk achteraf allemaal heel makkelijk te zeggen, maar goed, dat bleek een verkeerde inschatting te zijn. Het interessante is dat die groep, voor zover ik het heb gezien in de krant, wat ik erover heb gelezen, betrekkelijk klein was. Vrijwel al die mensen zijn in de afgelopen jaren al eens in de gaten gehouden of zelfs gearresteerd. Ik moet u zeggen van wat ik las over de plannen die ze hadden om van alles en nog wat op te blazen, dat ik daar nou niet zo van onder de indruk was geraakt. Ik had de indruk dat het hier ook wel een beetje om megalomane van het rare pad geraakte pubers en adolescenten ging. Ik denk dat het vreselijk gevaarlijk is om de suggestie te wekken dat dit groepje van personen, dat die, laten we zeggen, representatief zijn voor de moslimgemeenschap in Nederland. Ik denk dat het aantal radicalen wat daadwerkelijk bereid is om geweld te gebruiken, dat heel klein is. Dat moet je natuurlijk, dat moet je goed in de gaten houden. Maar het idee dat terrorisme, dat laten we zeggen, de samenhang en de aard en het karakter van onze samenleving wezenlijk zou kunnen veranderen, dat lijkt mij een onjuist idee. Dat terrorisme is in feite toch maatschappelijk gezien een
historisch randverschijnsel. Stel je voor dat er iets, dat het veel erger wordt dan ik denk dat het gaat worden. Stel eens voor, er worden per jaar 2 mensen vermoord door islamitische radicalen. Zoals deze Mohammed B. die Theo van Gogh zo gruwelijk heeft vermoord. Dan zouden die 2 moorden, dat is precies 1% van het totaal aantal moorden wat per jaar in Nederland wordt gepleegd. Dat zijn er namelijk altijd ongeveer 200. Er zijn tal van landen die decennia lang geleefd hebben met dit type van terrorisme. De IRA in Noord-Ierland, in Engeland, de ETA in Spanje vanzelfsprekend. We hebben ook de Brigade Rosso gehad, de revolutionaire cellen, van alles en nog wat. Die dingen moeten effectief bestreden worden. Dat spreekt voor zichzelf. Maar dat effectieve bestrijden heeft met oorlog niks te maken. Dat is een kwestie van goed politiewerk en je inlichtingendiensten moeten natuurlijk ook goed functioneren. Maar dan denk ik dus dat het grootste gevaar wat ons bedreigt is uiteindelijk niet het gevaar van die malotige terroristen. Waarvan je overigens altijd afvraagt wat ze in godsnaam precies daarmee willen bereiken. Want wat bereiken ze er nou mee? Namelijk geen ene reet. Maar goed, daarvoor zijn het onredelijke maloten. Het grootste gevaar wat ons bedreigt is dat dat de regering ook weer vanwege de kordate praat de burgerlijke vrijheden gaat inperken en zich allerlei ruime bevoegdheden toe-eigent, niet waar, om dat zogenaamd beter te bestrijden. Dat is veel gevaarlijker, niet waar, voor het bestaan van de rechtsstaat en voor de burgerlijke vrijheden dan de terroristen op zichzelf daarvoor kunnen zijn. Ik heb het even niet over een dramatisch scenario waarbij terroristen zouden kunnen beschikken over nucleaire wapens, dan heb je het over heel iets anders, maar dat zie ik toch 1, 2, 3 niet gebeuren. Is hiermee je vraag beantwoord? Ja. Zijn er nog mensen die op deze hierop willen reageren? Ja. 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 Nee, andere kant. Ik had nog een vraagje, want gisteren was die foto van Mohammed B. op tv. En eigenlijk zou dat nog niet mogen, maar de rechter beslist daar alles over. En wat is uw mening daarover en hoe zou zoiets in Amerika dan plaatsen? Ik weet niet hoe dat in Amerika wat betreft die fotografische afbeeldingen geregeld is juridisch. In dit geval was in feite de claim van het Openbaar Ministerie dat zij de gangen van Mohammed B. op de dag dat de moord gepleegd is beter na wilden gaan. Dat ze hoopten dat door het tonen van het portret dat ze daardoor een tips zouden binnenkrijgen. Mijn indruk was dat, nou ja, als die rechter dat overwogen heeft en die denkt dat dat in dit geval effectief zou kunnen zijn in het onderzoek naar de moord, dan lijkt mij dat geen al te groot probleem, eerlijk gezegd. De vraag is hoe erg het is dat het portret van Mohammed B. getoond is. We mogen aannemen dat Mohammed B. Zo lang achter de tralies zal gaan dat tegen de tijd dat hij er weer uitkomt, dat hij toch onherkenbaar veranderd is. Dank u wel. Ja, misschien ben je vraag beantwoord. Ja, als er tenzij er nog echt vragen zijn die men echt nu nog beantwoord wil zien, dan stel ik voor om er een einde aan te gaan breien. Maar eerst nog de mogelijkheid voor een allerlaatste vraag. Wie heeft nog een vraag op de tong? Oké, dan stel ik voor om er een einde aan te breien. Mag de andere school geen laatste vraag stellen? Oh ja, nou, Maarten die merkt heel terecht op het KZ. Hebben jullie misschien nog een laatste vraag? Nee. Doodse stilte. Doodse die school stilte. Is helemaal verdwenen van haar bodem in de afgelopen een paar minuten. Oké, dan zouden jullie even kunnen muten? Ah, dus, kijk er nog. Ze bestaan nog. Hoe zou Europa er over 50 jaar uitzien als we hetzelfde beleid zouden voeren als de VS? Dan zouden we het immigratiebeleid in feite iets moeten verruimen, denk ik. Dan zouden we wat selectiever met immigratie om moeten gaan. En dan zouden we veel wervender moeten zijn voor mensen met talenten van elders die we binnen zouden kunnen laten. Ik denk dat het wel aardig zou zijn als we zouden zeggen, oké, Europa is een immigratiegebied. Laten we dan ook een zo efficiënt en verstandig mogelijke immigratiebeleid formuleren. In plaats van ad hoc van de ene crisis en het ene probleem naar het andere te rennen.
Op zichzelf is het verreweg het grootste probleem waar Europa mee te maken heeft in de komende 50 jaar. U zult dat zelf aan den lijve ondervinden, dat is de vergrijzing. Er worden in Europa veel te weinig kinderen geboren. In de meeste Europese landen is al sprake van krimp van de autochtone bevolking. Maar zelfs in Nederland, waar de vergrijzing minder ernstig is dan elders, zal er krimp optreden na 2030. Dus tegen de tijd dat u bejaard bent, hè, dus dat is over zo'n jaar of 60, zou ik maar zeggen. Hè, u bent een vrouw, u bent in Nederland geboren, dus u had bij geboorte een levensverwachting van iets over de 80, zo 81, 82. Nou, u bent al op deze leeftijd geraakt, dus de kans dat u 85 wordt, die is vrij groot. Dan voor u moeten we vooral hopen dat tegen die tijd dat vergrijzingsprobleem wat beter wordt aangepakt of kan worden opgelost. Want anders zit u met het probleem dat er niemand is om uw rollator aan te reiken of om uw billen te wassen tegen de tijd dat u in een verzorgingstehuis zit. He, dus dat het demografische probleem is verreweg het grootste praktische probleem waar Europa mee te maken heeft. Ik zal nog net waarschijnlijk wel een duwertje hebben voor mijn rolstoel, maar uw generatie heeft een aanzienlijk probleem op dit punt. Ja. Oké, nou dan wil ik toch allebei de scholen van harte bedanken voor het en de leerlingen daar van harte bedanken voor het stellen van alle vragen. En natuurlijk ook met name voor het beantwoorden van alle vragen. Ik hoop dat het voor alle partijen een leerzame ervaring was. En om Maarten nog even extra te bedanken, hebben wij een klein presentje voor hem. En dat is een flesje wijn. Hartstikke mooi. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en wellicht tot de volgende keer. Oké, nou, tot kijk allemaal. Hij komt daar voor een grappige dodo.